Vandaag is het 9 graden. Alles smelt, zoals je ziet. En ik dacht, ja, eigenlijk is het zonde van al dat water. En dus heb ik ook in de kast gegooid. Dus zo kan het droge spul even weer verder composteren. En hopelijk, heeft het nut. Ik dacht, ja, wie niet wacht, die niet wint. Oké. Okay. Hoeveel moest erin? 50. 50 gram boter. Je hebt op school ook wel eens geholpen, hè? Met bakken. Ja, bakken. Ja. Alleen... Hoeveel zit erin? Oh, er moet nog iets meer in. Ja, ietsje. Zou het wel goed zijn? Ja, dat denk ik wel. Dan... Oh, dit is veel te veel! Hoeveel zit er nou in dan? Wel eerlijk natuurlijk, hè? Oké. Okay. Oh ja, 50. Oké, okay, goed zo. En dan moet nu de inhoud van de verpakking. 1010. Dit is het recept. Op 175 graden. Een vorm van ongeveer 1,5 liter. Er moet 50 gram boter in. 2 deciliter water. En dan de inhoud van de verpakking. Dan moet je mixen voor 1 minuut. En 45 minuten in de oven. Nou, kan niet moeilijk zijn. Maar ja. Kijk, als ik deze eraf haal. Ja, dan haalt hij dus de schaalgewicht haalt hij eraf. Staat hij in de min? Dat is slim. Wat moet je nu doen? Ik ga nu het water erin gooien. Ja. Oh, kerel, ik ben nat! Ja, het ging iets meer overheen dan de bedoeling was. Gepland. Ja. Oké, okay, dat is wel een leuke blooper. Yeah. Zeg maar. Nou, wat moeten we nou doen? Nou, we moeten eerst even wat water bijvullen. Ja, hè? Ja. Oké. Okay. Herhaling. Herhaling, ja. Zo is goed. Ja, en dan moet je dit erin sprenkelen. Oké. Okay. Misschien even de bovenkant een beetje kloppen. Goed zo. Ja. Nou. Zo. En dan kun je nu met de mixer. Ja. En heel rustig, hè. Eerst op het eerste standje. Oké, okay, alleen hoe zet je hem aan? Zo? Eerst het knopje, ja. En dan doe je één standje van die naar voren. Andere kant. Alle goederen is opgelost, dan ga je even ietsje harder. We gaan nu dit ding inzetten. Wat is dat ding? Een bakplaat. Een bakplaat, goed zo. Kom niet zo. Kom niet zo heel veel af. En dan moet je er meer pakken, hè? Ja. Zo. Ik denk dat het beter gaat als ik met die boter daar dat zo doe. Oh. Dat mag.
Ja, dat moet ik wel zo even doen. Oké. Zo, maar de rest moet ik even met deze doen. Dat denk ik ook. Jullie maken op school ook wel eens wat lekkeres, hè? Ja. Lekkere dingen. Wat heb je op school laatst gemaakt? Weet je dat nog? Ja. Een chocoladecake in een kop. Oh ja, klopt, kaka in een mug. Toch? Nou, dat was eigenlijk Frans. Hè? Wat heeft Frans er nou mee te maken dan? Nee, niet de naam Frans. Oh. Het land Frans. Oh, een Frans gerechtje. Ja. Oké, maar je weet de naam niet meer? Nee, niet in het Nederlands in ieder geval. Ook niet in het Zweeds? Niet in het Zweeds. Kun je wel goed, hè? Uh-huh. Niet zo heel goed tekenen hierin. Wat? Een gezichtje. Het lijkt een beetje op u. Oh, dank je. Dank je wel. Ja. Ik heb een portret straks in de cake. Je hebt al zitten snoepen, hè? Ja. Ja, laat eens kijken. Ja, je hebt slug chocolade zitten. Nou, ik denk dat hij wel goed is. Ja. Oké. Okay. Gelukkig is het niet zo dun als dat water. Nee. Moet je het gelijk al een beetje verspreiden. Voorzichtig, niet laten vallen. Ja, maar niet te hoog houden. Moeilijk, hè? Ja, best wel. Maar het spreidt zich zelf ook wel een beetje uit. Ja. Ik trek me terug. Piep, 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 piep. En dan vang je er twee. Maar wat ga je nu doen? Je bent klaar, hè? Ja. Ja. Oké. Okay. Zonder handschoenen, hè? Ja. En dan? Check. High five. Check. Zo. Nou, de wekker nog zetten. Eerste checkpoint. Ja. Hey, en nu de wekker nog zetten. Ja, wekker. 1, 2, 3, 4, 5. Keurig. En dan? Aan. Top. Ja, en top. Nu moeten we wachten. Ja. Heel lang wachten. Of likken? Nee. Wel. Nee, dat is niet lekker. Wel. Nee. Wel. Mooi hoor. Dat kan je echt goed. Zie jij wat? Ik zie ze ook niet. Nee.
kan ik. Nee, ik zie geen een. Nee, ik ook niet. We zijn op zoek naar sneeuwklokjes. Ja, misschien wel. Ja, ook hier. Heel veel. Nee, hier dan. Hier dan. Hier ook. Daar ook. Ja. 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 Daar een pluimpje. En daar. Ja. Papa loopt gewoon in zijn trui buiten. Hier. Ik ook trouwens. Ja, hier. In de schaduw is het nog wel een beetje frisje. Ja, inderdaad. En daar. Daar in het hokje, ja. En kijk, daar ook. Die hebben wij vorig jaar allemaal verplant. En daar nog. Die kwamen uit het bos, hè. En overal vandaan. Dat we zeiden, ja, daar zien we ze helemaal niet. Wat? Mama! Wat? Natuurlijk bij onze hut. Ja. Daar hadden we allemaal wat gevonden. Ja. Wat heb jij dan? Nou, dit is van een jas van Peter, denk ik. Oh ja. Een lompige prik. De was hangt buiten. Zie je dan niks? Dan hebben ze wel goed weggehaald al vorig jaar. Ja, want hier stonden ze inderdaad. Maar misschien is het, en je luistert, misschien is het hier nog een beetje te vroeg. In jullie hut. Nou, we hebben hier tulpjes neergezet. Hier hebben we tulpjes, maar die komen nu nog niet op. Het is nog een beetje vroeg. Het gaat weer kriebelen. Het is vandaag echt een lentedag. Ik heb een nieuwe bedacht. Wat heb je nieuw bedacht? Echt nog een klokje. Kringelingeling. Fien, ga eens uit de tuin. Huh? Fien, ga eens uit de tuin. Fien, ga eens uit de tuin. We hebben zoveel opbrengst vandaag, dat alle ecoflows die zijn vol. En we proberen het maximale nou uit te halen. Nou, vol is vol. Het is naast de top zit in het huis. Heel erg fijn. Ik had zo'n bol van knoflook. Die lag achter in de kast en die waren we dus vergeten. Die was een beetje uitgedroogd. En nu had ik ze dus laten wortel trekken. Kijk. En die ga ik nou uit elkaar halen en in de grond stoppen nu het dooi is. Oh ja. Dikke schaatjes aan het prikken voor de knoflook. We hebben er al heel wat in zitten. Er zitten een paar al in. We hebben hier nou een stuk of 30 knoflook ingestut. Zeg ik dat goed? Nee, hier zitten er al 20. 25. Ja, stukken 35 zelfs. En binnen heb ik nog meer knoflook groeien. Dus ik ben benieuwd of dat wat wordt dit jaar. Vorig jaar was het echt drama. Maar toen hadden ze hier gewoon in de grond gestopt. Gewoon in de grond. Dus dat ging niet helemaal goed. De meeste waren verrot. Dus we hopen dat dit jaar toch iets beter wordt. Maar het is gewoon knoflook uit de winkel. Dus ja, het is niet anders. We konden nergens ook knoflook vinden die als pootgoed gediend kon worden. En je ziet hier eigenlijk nog heel weinig. Wel gewoon zaad, maar ja, dat heeft nog niet zoveel zin. Het is nog maar februari. Half februari zelfs. Dus ja. Hier zit ook knoflook in deze bak. Daar een rij, in het midden en aan de zijkant nog. Maar ik zie er nog niet zo heel veel van. Ik hoop dat die nog wel wat gaan doen. En in die bakken moet nog meer grond komen.
Het is nu nog niet echt wild koop of zo. De sneeuw is bijna allemaal weg. Gisteren heb ik sneeuw hier in de kast gelegd. Het is bijna weg. Kijk, en het is hier lekker warm. Ja. Dus is goed voor de compost. Het is allemaal nog van vorig jaar. Fien, je moet terug. Terug. Fien, eromheen. Terug. Goed zo, meisje. Goed zo, grote meid. Nu nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Eromheen. Nee, terug. Nee. Nee. Deze kant. Deze kant. Terug. Goed zo, meisje. Grote meid. Oh, wat heerlijk weer. Nee, wil niet. Het is zo lekker weer. Oh, dat is gemeen. Daar kan Fien niet bij. Oh, die was ook raak.